Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Lightburn Tips and Tricks. Volgens mij is het deel 6. Laat me voor wegnemen. Misschien kom ik niet zo over als andere keren. Er zijn wat dingen in mijn leven die spelen en het spijt me dat ik dan wat anders overkom. Desalniettemin gaan we vandaag deze tips en tricks doen. Ik heb twee thema's. Het eerste thema ga ik gelijk mee beginnen. Dat heet Virtual Array. Misschien kan je je herinneren dat wij op enig moment een video gemaakt hebben waarin arrays aan bod gekomen zijn. En ik zal je even laten zien wat dat ook alweer was. Stel, ik maak een rechthoekje. Dat is niet precies de juiste maat, allemaal maakt niet uit. Ik selecteer die rechthoek en dan ga ik naar de arrayknop. Dat is aan de linkerkant die 9 blokjes hier, dat kubusje. Daarin kon ik aangeven dat ik 3 kolommen wensen te hebben en 3 rijen, dan heb ik 9 blokjes. Als je goed kijkt, zie je dat die blokjes, die hebben onderbroken lijnen om zich heen. De linksbovenste, dat is veel onderbrekingen. De andere 8 zijn de onderbrekingen wat groter en dus wat minder. Dat komt omdat onderin dit venstertje is aangegeven Create Virtual Array. Ik zal zo laten zien wat het is. Laat ik eerst die Create Virtual Array eens uitzetten. Als ik dat doe, en ik doe het venster even wegklikken, dan zien we dat alleen de linksbovenste nog die onderbroken lijn heeft en die andere 8, dat zijn vaste lijnen. Het effect van deze functie is dat ik zeg maar nu dat linksbovenste blokje weg zou kunnen slepen en die andere blijven staan. Dat is op zich leuk, niks mis mee, geen probleem. Maar stel nu, ik wil zeg maar dezelfde afbeelding, laten we even een afbeelding erbij pakken, en die wil ik in al die vakjes hebben staan, zeg maar. Dan moet ik eigenlijk dat afbeeldingje dus klein gaan maken. En dan moet ik dat afbeeldingje daar naartoe gaan slepen. En dan gaan kopiëren en dan van vakje naar vakje gaan verplaatsen. Dus Ctrl-C en dan in deze Ctrl-V. Even kijken of ik dat goed gedaan heb. Ja, dat heb ik goed gedaan. En dat moet ik dan al die 9 dingen doen. En dat is natuurlijk niet zo handig. En dat is precies waar de Virtual Array om de hoek komt kijken. Nou, dat ga ik je even laten zien. Stel, ik maak zo'nzelfde vorm. Zo, ik selecteer hem weer, ik pak weer de array-functie, ik doe hetzelfde trucje, 3x3, even kijken, slechte ogen vandaag, zo, en ik zet de virtual array aan. We zien weer die onderbroken lijntjes verschijnen. Als ik nu datzelfde afbeeldingje, en ik ga dat weer even kleiner maken, als die zin heeft, kom, ja, daar gaat hij. Even een stuk kleiner maken, zodat die erin geplakt kan worden. Zo, die plak ik daar nu in. Ja. Nu selecteer ik dat hele blokje, dus dat linksbovenste blokje. Ik ga er met de muis op staan en ik doe mijn rechter muisknop. En ik kies dan voor Add to Array. Toevoegen aan de array. En let op wat er gebeurt. Al deze figuurtjes staan nu in alle blokjes. En dat heeft ook betekenis voor het moment dat ik zou besluiten om bijvoorbeeld dit vakje te gaan draaien. Zie je dat? Ze draaien allemaal. Dat is makkelijk. Ja? Oké. Dit is natuurlijk niet de enige functie die we net zagen als we dat rechtsklikken gingen doen. Even zo, hoppakee. Als ik namelijk rechtsklik, zie ik nog wat meer functies. Ik zie Edit Array. Als ik dat doe, krijg ik datzelfde venster te zien waarin ik die array kan maken. Kan ik dus aanpassingen doen. Ik kan bijvoorbeeld die tussenruimte gaan vergroten. Ja, die heb ik nu naar 8 gezet, je zag het verschuiven. Ik kan ook duplicate array, ga ik ook even doen. Dan maakt hij een kopie van dit hele gebeuren. Dus dan heb ik 2x9 van die vakjes. Dat is ook een hele goede mogelijk. Ja. Dan heb ik de volgende functie. Dat is de flatten array. Als ik dat doe, dan maakt hij van deze array dus weer een array met losse blokjes. Dus die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Dus ik zal het even doen. En dan zie je, oh, nog niet natuurlijk, nu wel. Nu zie je dat hij daar zeg maar afzonderlijke blokjes van gemaakt heeft. En nu zou het dus zo zijn dat als ik nou dit vakje samenvoeg, ik doe hem heel eventjes groeperen. Ja, en ik ga dit vakje verslepen, tot dan de andere weer blijven staan. Ja, oké. Even terug. Dan hebben we deze functie bijna gehad. Even terug dat ze allemaal weer goed zijn zoals ze waren. Geen zin vandaag. Nou, daar hebben we ze. Hier hebben we de array zoals die was.
Ja, dat kunnen we zien aan die onderbroken lijntjes. Dan kan ik rechts klikken nog. En ik heb nog de functie Remove from Array. Dan wordt zeg maar een object uit dat vierkantje gehaald wat uit de array gegooid wordt. En ik kan de array functie exiten. En als ik dat doe, is de array weg. Want dan is alleen dat ene blokje over. Dit is de functie Virtual Array. Interessante functie om te gebruiken. Zeker op het moment dat jij een figuur wilt maken met allemaal dezelfde inhoud. Dan hoef je niet steeds te knippen en te kopiëren en te plakken. Maar je kunt simpelweg een Virtual Array maken waarbij je alleen het eerste vakje voorziet van de gegevens die erin moeten. Vervolgens dat toe te voegen aan de array. En dan zijn alle andere vakjes ook voorzien van diezelfde informatie. Tweede functie die ik wil laten zien is de functie de lijn in een kromming. Of de tekst in een kromming, sorry. Als ik een tekst maak. Zo, vandaag is het maandag. Hoppakee. Ik selecteer die tekst. Ik maak er even een vul van, dat was wel mooier. Hoppakee. Er was een functie in Lightburn waarbij ik zeg maar een lijn kon trekken. Of een, ja, iets in die geest in elk geval. Nou, trek een lijn. Ja. En dan kan ik, als ik deze twee allebei selecteer, rechtsklikken, zeggen, traject op tekst toepassen. En voilà, dan staat de tekst op die lijn. Alleen de lijn staat dwars door die tekst heen. En dat is lang niet altijd wenselijk, plus dat je zeg maar hele beperkte mogelijkheden hebt om dit nu nog te bewerken. Je kunt het gaan draaien enzovoorts en groter en kleiner maken, dat kan. Maar hoe nou als jij een cirkel hebt en je wilt daar tekst in of uitzetten? Dat is, hoe doe je dat dan? Nou, dat is eigenlijk de werking van de kromming van tekst. Vandaag is het maandag. Dat wist je al natuurlijk, maar bij deze nogmaals in tekstvorm. Stel je voor, ik heb een, iets van een cirkel, of voor mij part een ovaal. Het boeit eigenlijk helemaal niet zoveel of het een cirkel of een ovaal is. Ik maak daar een lijn van. Dus ik zet hem even op een andere kleur, sorry. Blauw. En dan een lijn. Nou wil ik deze tekst, die wil ik daar overheen draperen. Kijk, als ik hem nu er naartoe sleep. Ja, dat is leuk, maar die tekst die blijft recht. Maar als je nou goed kijkt bij die tekst, dan zie je daar rechtsboven een blauwe stip staan. Boven die A van maandag. Als ik die pak, kan ik een kromming toe gaan voegen. Zie je dat? Nu kan ik hem dus gaan slepen naar de plek waar ik hem wens te hebben. En ik kan hem de kromming geven die ik hem wil dat hij heeft. Dus ik ga hem verder kromen. Staat hij dus nog niet helemaal goed, hè? Dat kan je zien. Hij zit links iets verder vanaf als rechts, dus je moet een beetje pielen. En dit kun je met het blote oog dus doen, dat is verder geen thema. Nou, ongeveer dit zal het gaan worden. Zo. Iets omhoog misschien, zo ja. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. En het voordeel van dit verhaal is dat ik ook nog eens een keer de zaak kan omkeren als ik dat wil. Ja, dus ik kan met die tekst van alles en nog wat gaan doen, zeg maar, als het ware. Moet heel even kijken of ik dat heel gemakkelijk doe, maar dat is je vast wel eens een keer gebeurd. Tot als je ging slepen, dat je dan de tekst bijvoorbeeld omkeert, zie je dat? Dus je kan van alles gaan doen, teksten omkeren, teksten van links naar rechts, teksten groter, teksten kleiner. En op deze manier kan je heel gemakkelijk krommingen in teksten aanbrengen. Op het moment dat je die tekst zeg maar meer in een golfbeweging wilt hebben, dan zul je die andere functie moeten gebruiken. Dat is die path-functie die we net gebruikten. Ik zal dat heel even nog een keer laten zien. Zo. Kijk, als je daar dan dus tekst op los gaat laten. Dus ik ga nog een keer die tekst, vandaag is het maandag, maar nu ga ik hem vandaag is het dinsdag maken. Is het niet hoor, maar goed. En ik zou die tekst selecteren en die lijn selecteren. Weet je nog, want dat was een beetje het verhaal. Tekst en lijn selecteren. Dan kan ik nu zeggen, traject toepassen daarop. En dan zien we dat die tekst golfbeweging krijgt. Dus je hebt twee manieren om krommingen aan de tekst toe te voegen. Dat is het toe te voegen aan het traject. Alleen dan heb je wel die streep er doorheen zitten. Oftewel,
die functie gebruiken met dat blauwe stipje waarmee je hem omhoog en omlaag kunt trekken. Goed, dit was de video van vandaag. Ik weet niet wanneer de volgende komt. Eerst de problemen maar eens oplossen die zich in mijn omgeving voordoen. Ik hoop toch dat je het leuk vond. Veel plezier vandaag met het mooie weer. En tot de volgende keer. Dag.